Een grote dag voor Britta Kouwelaert. Ze werd recent veroordeeld tot 20 jaar cel na de moord op haar ex-man. En vandaag vertrekt ze naar de gevangenis van Brugge. Dat zoetjes die dat ook een paar pils mee pakt, kan dat s'avonds serieus afkomen. Ja. Hoe lang ze daar werkelijk zal blijven, hangt vooral af van haar nieuwe vriend Samuel. Ja, vanaf het moment dat ik dat heb gehoord van die 20 jaar, was dat direct beslist. Ja, ik moet Britta helpen ontsnappen. Maar ik kan niet anders, hè. Ik zie haar graag. Ja. Ik heb direct plannen gemaakt, voorbereidingen getroffen, mensen geëngageerd en allemaal. Doet er niet toe, Samuel. Blijkbaar doet het er niet meer toe. Als niemand een helikopter kan, dan moet het voor mij niet. Blijkbaar wilde een man met een helikopter zijn vrouw bevrijden uit de gevangenis van Vorst. Ja, dat is dus van 's morgens tot 's avonds dat ze naar die beelden zitten kijken. Maar kijk dan toch, Samuel. Ik kom daar aan vanuit de lucht. Dat is passie, dat is romantiek. Dat is laten tonen dat je iemand graag ziet. Ja, en dit dan niet, of wat? Een hartebrood. Ja, kijk. Het is niet dat ik het niet apprecieer, maar... Ja, doe dit een keer open. Is dat volkoren? Je weet dat dat uit mijn darm slaat. En in de gevangenis heb je toilet net dat en privacy? Voilà, zeg. Dat is biokatoen. Dat is stevig, maar ook zacht. Samuel, ik heb nee gezegd. Schatje, probeer dat nu toch een keer gewoon? Ik ga nu toch niet een half uur in het raam liggen klauteren dat de rest als prinsesjes wordt opgepikt door een helikopter? Ik ga het mogen horen. Maar jij een beetje aan dichthouden, hè? Dat ging je nu niet voor 20 jaar de bakken vliegen, dan moesten we die discussie nu niet hebben. Dan moet de schuld nu ook niet bij mij liggen, hè? Het enige dat ik vraag, het is dat je laat zien dat je me graag ziet. Is dat nu zo raar? Hou ik er allemaal naar de tuin anders? Hier, 4 weekends aan een stuk heb ik ze graven. Al meer een kuub opgebruikt. En nu ineens is het niet meer goed. Weet je dat nu alles komt nou met een helikopter? De Nivan, mijn next-man. Die nou een seconde getwijfeld. Ja, wel, haalt dan dat keukenmes uit zijn buik en vraag wat hij het wil doen. Maar hij gaat oppassen, mijn vriendje. Hé? Ik denk dat we dan een keer moeten gaan zien. Dat denk ik ook, ja. Dat is stevig. Allee, zoetje, succes. En probeer toch een beetje vriendin te maken, hè. En tot snel, hè. Ja, dat gaan we wel zien, hè. De lat ligt te hoog, hè.